Dit zijn Yvonne en Peter, allebei B-Riders. Met deze app worden fietsers gecoacht en beloond. Een initiatief dat valt onder het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Nathan Hooghoff, zelf ook enthousiast B-Rider, ontwikkelde het programma vanuit de provincie Noord-Brabant. Met B-Riders komen twee doelen samen. Beter Benutten wil meer spitsmeiningen realiseren. En de provincie Brabant wil in 2020 meer mensen op de fiets hebben. Zo staan we hier bij de A2 bij Eindhoven. Altijd goed voor veel files in de spits. Wat nou als heel veel van die mensen in plaats van de auto de fiets gingen gebruiken? Nou, die gedragsverandering, dat wil B-Riders realiseren. En dat doet het programma door beloning, feedback en coaching in te zetten. B-Riders begon in 2013 om automobilisten over te laten stappen op de e-bike. De e-bike is nog steeds een flinke investering en we willen de mensen die gebruik maken van de e-bike naar het werk tegemoet komen hierin. Naast B-Riders 1 zijn Nathan en zijn team ook bezig met B-Riders 2, waarin ze zich richten op alle fietsers. En met B-Riders 3, waarin ze werkgevers betrekken. En de app blijkt in trek. B-Riders 1 kende 2300 deelnemers en B-Riders 2 6300. De resultaten van B-Riders 1 zijn inmiddels bekend. En dat betekent dat er iedere dag 2000 auto's minder in de Brabantse file staan. Als B-Riders 2 hetzelfde effect heeft als B-Riders 1, loopt het op naar 6000. En er wordt heel wat afgefietst met B-Riders. In 2 weken tijd wordt er maar liefst 160.000 kilometer gefietst. Dat is ruim 4 keer de aarde rond. Een besparing van 32.000 kilogram CO2-uitstoot. En in totaal zijn er al meer dan 10 miljoen fietskilometers gemaakt. Omdat B-Riders gedurende een lange tijd zijn gaan fietsen, merk je dat echt een gedragsverandering is ingesleten. Dat merkten we ook toen we na B-Riders 1 een goed doelactie hebben gedaan, waarbij de deelnemers niet beloond kregen. En nu nog steeds, B-Riders 2, na 3 jaar, doet 1/4 van de deelnemers mee met de app. Maar hoe wordt geprobeerd mensen duurzaam aan het fietsen te krijgen? En welke gedragsinterventies gaan er achter schuil? We hebben bewust gekozen voor een combinatie tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Als extrinsieke motivatie kiezen we voor een beloning van rond de 10 cent per kilometer. Zodat mensen toch wel een flink stuk moeten fietsen om die e-bike echt terug te verdienen. We zochten de doelgroep met name in de semi-publieke sector. Omdat daar de auto gewoon wat minder status heeft en ook de auto minder praktisch nut heeft voor die doelgroep. En denk erbij aan ziekenhuizen, hogescholen, etc. We kregen vaak terug dat B-Riders net het ene steuntje in de rug was wat ze nodig hadden om echt over te stappen van de auto op de fiets. Belonen dus als extrinsieke motivatie. Maar hoe worden mensen nou intrinsiek gemotiveerd? De gedragsinterventies zitten verwerkt in alle onderdelen van de app. Als je de app de eerste keer gebruikt, moet je je doel invullen. Dus je maakt bekend wat je werkafstand is, hoe vaak je wil gaan fietsen. En zo maak je op die manier je eigen plan. Er zit ook feedback verwerkt in de app. Na iedere rit die je maakt, krijg je een terugkoppeling van die rit en wat dat betekent voor je doelen. Wederom in weekmails, waar je gedrag heel inzichtelijk kunt maken. En als je het doel gehaald hebt, krijg je complimenten. Maar er zal nooit een negatieve toon zitten in de resultaten die je terugkrijgt. Ook werkt de app met visuele vooruitgang en bekrachtiging door spelelementen toe te voegen. Zo fiets je op de kaart naar alle steden van de wereld en kun je samen spelen door bijvoorbeeld de witte geit te redden. En natuurlijk wordt ook social media benut. Je kunt je ervaring en je gedachten delen. Dat doen we onder andere op Facebook, waarbij we gewoon echt die sociale community willen stimuleren om te blijven gaan fietsen. En je kunt ook testimonials plaatsen op internet. Ja, en als je daarvoor zegt dat je fietsen leuk vindt, dan ben je veel vaker geneigd om echt te gaan fietsen en te blijven fietsen. Maar wat voor effecten hadden die interventies? Om daar meer inzicht in te krijgen, werden de deelnemers verdeeld in 4 groepen. Groep 1 kreeg alleen maar coaching. Groep 2 kreeg alleen maar een geldelijke beloning. En groep 3 werd naast de beloning ook uitstekend toegewezen aan het coachingsprogramma. En als groep 4 hadden we nog een controlegroep. En wat dan blijkt uit die groepen is dat de groep die beloning en coaching kreeg 30-40% meer kilometers fietsten dan de groep die alleen beloning kreeg. De ontwikkeling van het programma had zo zijn uitdagingen. Toen we net begonnen zijn met B-Riders 1 kregen we over de app, de innovatieve app, zo'n 800 telefoontjes per week. Dat is ontzettend veel, maar we hebben gelukkig persoonlijk contact met de deelnemers kunnen houden via ons callcenter. En ja, dat levert wel heel veel begrip op voor de situatie en het feit dat het gewoon een innovatief project is. Je zou zeggen dat zo'n succesvol project met open armen wordt ontvangen. Met de bewezen effectiviteit die we hebben bereikt met B-Riders, had ik verwacht dat het makkelijker zou zijn om dit soort projecten voor te zetten of nieuwe projecten op te zetten. Maar er blijkt toch wel veel politieke weerstand te zijn tegen het stimuleren van fietsen, vooral met het belonen van fietsers. Wat we zien is dat we heel vaak denken in auto-oplossingen voor autoproblemen. Maar het hoeft niet per se de meest effectieve oplossing te zijn. Vooral niet als je ook kijkt naar neveneffecten als gezondheid, milieu, etc. Wil je hier zelf mee aan de slag? Dan heeft Nathan nog wat goede tips.
transparantie. Wees transparant. Het is een innovatief project en deelnemers zijn heel erg gebaat als ze weten waarvoor ze het doen en zijn door heel erg genegen om met je mee te denken. De tweede is, gedragsverandering is echt een vak. Dus zorg ervoor dat je echt een specialist in huis hebt. En ten derde, deel je ervaringen. Innovatieve projecten zijn innovatief en daar willen we graag van leren met z'n allen. Dus deel je ervaringen en dan komt het helemaal goed. En de B-riders, die zijn blij dat ze de auto hebben laten staan. Ik ruik veel meer, ik zie veel meer, ik geniet veel meer. Dat is zo fijn.